heb het destijds overgenomen, dat is al jaren geleden, ik weet al niet meer in welk jaar, maar van Frits Verheffen, die heeft het opgestart. En die heeft op een gegeven moment mij gevraagd of ik het over wilde nemen. En ik heb op mijn beurt Marjan weer gevraagd of die mij wil helpen, want het is gewoon een hele organisatie. Ja, dat is vrij. En elk jaar 380 ingeschreven deelnemers en die hebben bijna allemaal een begeleider bij zich. Dus ruim 500 mensen lopen er wel. 4 avonden. En dan heb je posten nodig en je hebt mensen nodig die de routes narijden. Je hebt de scholen hebben we niet per se nodig, maar we gaan de scholen benaderen om de kinderen in te schrijven. En ja, we maken wat publiciteit, dus ja. We beginnen eigenlijk in januari al om de scholen te benaderen, dat de avondvierdaagse er weer aankomt. De vrijwilligers worden al aangeschreven of ze weer mee willen doen. Dus de eerste opstart is eigenlijk zo'n beetje in januari al. Ja. In maart gaan we dan weer opnieuw naar de scholen om de inschrijfformulieren door te mailen. Spullen aanvragen bij de bond. En heel belangrijk, de verkeersbrigadiers. Die moeten hebben heel hard nodig met zo'n groot groep mensen die over de straten lopen. We hebben een heel enthousiast team en vrij vast. Ja, een vrij vast team vrijwilligers waar er af en toe één afvalt vanwege niet meer kunnen. Maar ook ieder jaar komt er wel weer eentje bij die het gewoon heel leuk vindt om te doen. Dus we blijven toch wel met een aardig aantal zitten. Die krijgen het ieder jaar wel weer rond. Ja. En dan zijn we een jaar of 4 geleden ook begonnen om supermarkten te benaderen, om wat te sponsoren. En wonderwel zijn die ook heel enthousiast om mee te doen. Ja. Dus we hebben ieder avond wel, op maandagavond gaan we bijvoorbeeld langs de Plus, langs de winkel, dat is leuk. En die staan ook nog een avond in de week hier. De Albert Heijn doet mee een avond, de Jumbo doet mee, de bakker doet mee. Dus we hebben ook heel veel sponders. Fitter, waar ze een circuitje afleggen. Dus ook daardoor is het voor de kinderen ook wel heel leuk om mee te lopen. Nou, het is een initiatief van Kees van Grevenbroek van Dwarsven en van Rond het Hofke om de wijk zonniger te maken. En daarom hebben we besloten om 500 zonnebloemen te zaaien en om die uit te delen aan iedereen die iedereen wil. En dan willen we graag dat de mensen in de voortuin zetten of op het balkon. En zo doen we de wijk zonniger te maken en het is goed voor de vogels. Er komen veel vogels op af, dus het is eigenlijk voor alles goed. De routes die waren al vastgelegd, dat heeft Frits al gedaan. Ja. Maar regelmatig gaan we ook de routes veranderen. De afstand klopt dan niet, dus die moet ingekort worden. Ja, of mooiere stukken, net als een nieuw gedeelte van Berk en Bos. Dat de mensen daardoor een nieuwe wijk lopen. Ja. Voor 2 jaar terug is de voetbalclub zelf gekomen van, goh, kunnen jullie niet langs ons lopen? Ja, dan passen wij die routes, worden dan weer aangepast. Ja. Maar we hadden 1 reserveroute, hè, die lag ook al vast. Maar die liep over boord, van Nuneboord. En dat is een hele gevaarlijke route, die hebben we laten vallen. De 5 kilometer, die is heel druk. De 5 is het grootste en dan de 7,5. Ja. En de 2,5 hebben we er nog niet zo lang bij, hè? Nee, die hebben een aantal jaren geleden erbij genomen om vooral ook voor de kleintjes, maar ook voor oudere mensen die geen 5 kilometer meer kunnen lopen. Mensen met een rollator of die iets moeilijker lopen, maar toch willen lopen. Ja. Daarvoor hebben die eigenlijk in het leven geroepen. Maar je ziet daar eigenlijk vooral de jongere kinderen, die beginnen mee te lopen, die de 5 kilometer niet kunnen halen. En daarmee doen ze dan de 2,5, dat ze toch alvast mee kunnen lopen. Medaille krijgen. Ja.
zeker. En dat vind ik juist zo leuk. Omdat het oude raadhuis, ja, is een beetje zo van, net of het alleen maar voor oudere mensen is hier. Ja. En dan net met dit evenement komen juist die jonge gezinnen en jonge kinderen. En ja, daar vind ik het heel leuk van. Ja. Ja. Mensen hebben ook echt het idee van de... En dat is natuurlijk ook meestal zo, dat het oude raadhuis is meer voor de ouderen. En Orca is voor de jongeren. Ja. Maar daarom willen we ook juist de avondvierdaagse hier houden. Om te laten zien dat het niet alleen voor de ouderen is. Ja. Het is ook, juist willen we de jongeren erbij betrekken. En we zitten nu ook in stijgende lijnen. Want we hebben, nu hadden we bijvoorbeeld 30 lopers meer als vorig jaar. En ook daarvoor kwamen er steeds weer een paar bij. Ja, ja. Ik weet niet of het door sponsoring komt, maar de scholen worden actiever. Nu is er ook wel een nieuwe school bijgekomen, een hele nieuwe wijk met jonge kinderen. Ja, dat scheelt. Die dus nieuwe die school wijk, is erbij gekomen. En ik denk dat die school al 100 lopers zeker levert. Ja. Nou, het was nu de 23e keer en we willen toch wel op naar de 25e keer. Ja.